Nou, we, we, we kijken naar de vraag van de klant. Ik vind het ook altijd interessant van waarom wil een klant nou bouwen? Wat deed een klant vijf jaar geleden en wat doet hij over vijf jaar? Wie waren je klanten, wie worden je klanten en wat voor invloed heeft dat op je gebouw?